Hoe kan ik nou de grootste superschurk van de wereld worden als ik moet babysitten op Zippy en Laser Curl? Wacht eens even. Jullie twee zijn echt veel te cool voor een babysitter. Hoe lijkt het jullie om mij te helpen met mijn nieuwste project? Ja hoor, vast wel. Te gek. Hey, Billy, wat is er nou weer? Ik zag hem eerst. Wil je hem? Hier. Ha, die was mis. Hou op jullie en wel nu. Billy, laat nou los. Zo is het genoeg. Wow. Oh, mijn. Wauw. Jij hebt superkrachten. Jij hebt superkrachten en dat zeg je niet even? Jerry, hier is een hele simpele verklaring voor. En die verklaring is... Papa en mam komen eraan! Ze mogen Jerry niet zien! Oh. Ja. Zet haar in de kast! Oké. Okay. Rustig maar. Hoi mam, hoi pap. Hoezie. Goedenavond ouders. Er is geen reden om argwanend te zijn. Ik pak wel even een warmtepleister voor je uit de kast. Wacht, want ik heb een splinter. Oh, even bijlicht hoor. Ik zie niks hoor. Beter kijken. Ik haal wel even een ijsbek uit de keuken. En ik ga dan, pap. Junior superhelden worden getraind om ouderen te helpen. Dit lukt me nog wel hoor. Ik haal even mijn bril van boven. Ho! Zei ik nou splinter? Ik ben verkouden. Hatsjoe! Liefje! Liefje, in welk kastje liggen de... Wat is dat? Ja, wat is dat? Ja joh, lelijk hè? Ik ben zo klaar met die lamp van de maandclub. Dat is toch jouw vriendin Cherry? Mam, pap, ik kan het uitleggen. Zie je, ik mocht niet naar Cherry, dus heb ik haar hier gevraagd. Maar toen zag ze dat ik krachten had, dus heb ik haar bevroren. Oh ja? Eerlijk zijn? Gooi je het op die tour? Je liet een niet super in huis. Weet ik zit fout. Dat is tegen de regels en het spijt me heel erg. Alleen, ik wou zo graag een vriendin. Het spijt mij ook. Pak jullie koffers maar, jongens. Ja. Moeten we verhuizen? Ik wil niet verhuizen. Sorry, we hebben geen keus. We moeten onze krachten echt geheim houden. Al is het soms best verleidelijk om ermee te koop te lopen. Ach, ik heb tenminste een tijdje een vriendin gehad. Mam, pap, wacht. Dit is Phoebe's schuld niet, maar de mijne. Ik heb de vriendin hier uitgenodigd zodat ik kon werken in het lab. Als iemand straf verdient, dan ben ik het. Phoebe liet haar in huis. Omdat ze een vriendin wou. Kom op, pap. We kwamen hier om een normaal leven te leiden. Dus geef Phoebe niet de schuld van iets wat ik veroorzaakt heb. Weet je wat? Ik doe net alsof dit allemaal nooit gebeurd is als jij en je zus iets verzinnen om dit op te lossen. We zijn gastvrij. Toen maak ons blij. Je krijgt er dan ook een pittig sausje bij. Dat is het eind van de show. Woehoe! Dus jullie spelen allemaal in de schoolmusical en al die rare dingen die ik zag waren een special effect. Yep. Geloof je dat? Maar natuurlijk geloof ik dat!
nu, de super wedgie. Oh, die is cool. Door jou heeft Veronica een team voor wiskunde. Je zou me helpen wraak te nemen. Je zou er niet versieren. Phoebe, ik weet dat je boos bent. Ga door. Meer niet. Ik weet dat je boos bent. Wie verraadt nou zijn eigen zusje? We stonden aan dezelfde kant. Er waren mooie woorden. T-shirts met opdruk. Tja, zo is het leven aan de duistere zijde. Je kunt niemand vertrouwen. Wat je kunt weten, het staat in het handboek. Hé, hey, heeft Veronica jullie ook hierheen geappt? Ja, wat denk je dat ze zou willen? Dat maakt mij niet uit. Ik krijg haar te spreken en het is niet eens maandag. Mentorbox. Hey, zei je nou dat je een afspraak hebt met Veronica? Wie ben jij? Veronica's nieuwe woensdag. Wat klets je nou? Ik ben een nieuwe vriend. Ja, op woensdag. We zijn er maandag, dinsdag en vrijdag mentorvriendjes. Donderdag heeft de griep. Moment, dus jullie zijn Veronica's vriend en mentor? We zitten in hetzelfde schuitje. Nee. Veronica en ik hebben iets speciaals. Ze noemden mij de knapperkop van haar studie. Dus ze gebruikt ons gewoon? Zitten jullie daar niet mee? We zijn brugpiepers. Wie gebruikt wie? Het is gebruikt, Tom. Ik ben de taalmentor. Welkom bij de club, woensdag. Ja. Hey, Max. Nou heb ik het gevoel dat jij mij een lesje leert. Alleen zo kon ik je ervan overtuigen hoe erg ze is. Dus je wil me nog helpen, nadat ik jou heb verraden? Tuurlijk. Je bent mijn broertje. Dank je. Dat is echt heel lief. Hey, moet jij niet naar je auditie? Oh, staat mijn auditie in jouw telefoon? Nou nee, dit is een herinnering om Veronica succes te wensen tegen jou. Wacht, loop je auditie mis voor mij? Ja, dit was belangrijker. Phoebe, nu ben je lief genoeg geweest. Ga die klas in en versla dat meisje dat mijn hart braa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 
put a smile on your face and make the world a better place. 'Cause there is beauty that surrounds you. Ze is goed, zeg. Tijd dat ze erin stikt. Lend a hand and help out someone's day. Be the kind friend that's there to stay. Niet als Woensdag waard. I'll be standing right beside you. This is the kind of world I dream of. The kind of world I dream of. The kind of world I dream of every night. Of ze bestand is tegen Evans, blijf bij mij. Chocoladepastei. Kind of world where everything's alright. This is the kind of world I hope for. The kind of world I want more. The kind of world where everything's alright. Ik heb nu alle kandidaten horen zingen en ik heb besloten om de solopartij te geven aan Phoebe Thangman. Dit kun je niet menen. Dit is zo niet cool. Mooi schot. Dank je. Telekinetische golven? Ik zou maar praten als ik jullie was. Oké, goed. Het zit zo. Ook al deed ik gisteren geweldige dingen, moeten jullie ook weten dat... Ik die jongen heb gered. Max redde die jongen. Wacht, wat? Sorry, ik was het. Ik was de held die die idioot redde. Even voor de duidelijkheid. Max Thunderman zag iemand in nood en redde hem? Blijkbaar is dat wat er gebeurd is. Express? Oké, ik snap het. Jullie denken niet dat ik iets heldhaftigs zou doen, maar dus wel. Barb, besef je wat dit betekent? De periode is voor mij! We wisten wel dat je het in je had, zoon. We bellen de heldenbond
en vertel hen dat we twee helden in ons gezin hebben. Wat ben jij van plan? Ik zorg ervoor dat jij die cape krijgt. En als beloning mag ik die wapens van de Heldenbond lenen. Ik heb al gezegd dat ik dat niet doe. Oh, dan vertel ik mam en pap dat jij stiekem naar dat feest bent gegaan. Doei doei, cape. Hallo, Thundermans. Hoi. Phoebe, we zijn erg onder de indruk van je laatste superheldendaden. Je bent echt een voorbeeld. Phoebe, je krijgt de cape. En nu maak ik met veel plezier aan jullie bekend dat de laatste superheldencape van dit jaar gaat naar... Daar komt het! Max Thunderman! Hè? Fijn dat je helpt, meneer de grote held. Ja, als ik een dame in nood zie, schiet ik graag te hulp. Nou... Mam helpen, hè? Misschien had Colosso gelijk. Als je doet alsof je braaf bent, word je braaf. Ach, ik ben nog net zo gemeen als vroeger. Echt? Als je zo gemeen bent, waarom gebruik je dan een onderzetter? Ik heb nog nooit een onderzetter gebruikt. Hoe komt die daar? Alarm, alarm. Er komen werklui aan. Ik weet wie dat zijn. Omgeving veilig. Supervoorzitter Kickbutt, wat een genoegen! Het is een onvergetelijke dag voor de Thunderman-familie. Simone, waarom heb je je heldenpak niet aangetrokken? Jij bent niet de voorzitter van mijn kast. Ik heet Simone. En nee, ik heb geen vriendje. Goed gevangen. Jouw heldeninstinct ontwikkelt zich wel snel. Dat was geen heldeninstinct. Dat was mijn gemene kant die deed alsof ik een heldeninstinct heb. Ik speel een rol. Of speelde de rol jou? Luister, ik zal nooit braaf worden. Zie je deze ham die mam 2 dagen geroosterd heeft? Zou een echte held dat doen? Vliegend varkensvlees, ja! Wat krijgen we nou? Bedankt, Max. Je bent een held. Moet je zien. Zelfs als je gemeen wilt zijn, doe je toch iets goed. Nee, dat is niet wat ik... Laat me eerst... Laat me met rust. Wij zijn hier vandaag bij elkaar om Max Thunderman te eren met zijn superheldencape. Dacht het niet, voorzitter Stinkbad. Zo noemde ik haar vroeger ook. Max, wat doe je nou? Ik ben geen superheld. Oh, hij heeft cape-angst. Geef niks, liever. Dat hadden we allemaal. Kom op, doe je cape aan voor mama. Nee, ik ben gemeen en altijd al geweest. En ik dwing voorzitter Kickbutt om me nu de wapens te geven. Je snapt dat je nu een hele grote fout maakt, toch? Mond dicht, Evelien. Kickbutt! Ja! Dat voelde geweldig! Dark Mayhem belt je. Help me! Hallo, Dark Mayhem. Max, leek het je wat om eindelijk een volwaardige superschurk te zijn? Heel vet! Mooi, dan zie ik je morgen in het schurkenhoofdkwartier. Ik stuur de coördinaten. Wacht, morgen al? Dan heb ik al wat met Allison. Begin volgende week? Wat dacht je van begin nooit niet? Wacht, oké. Ik zal er zijn. Waar wacht je nou nog op, Max? Ga op zoek naar Phoebe en pak haar krachten af. Ik weet niet of ik het kan, Colosso. Ze is wel irritant, maar aardsvijanden zijn we nou ook weer niet. Kom op, Max. Ben je nou een schurk of niet? Geef die eens terug. Ik weet alles van je plan, Max. En mijn krachten pak je niet af. Geef het terug. Hier daarmee. Hij is van mij. Ik laat niet los. Hier die bol. Wat heb je gedaan?
Je hebt mijn krachten. Sorry, Max. Ik heb het ook niet zo gewild, maar het is je eigen schuld. Kom op, geef terug! Max? Hoe kom jij uit je kamer? Simpel. Wat aanpassingjes aan dit ding en ik had mijn krachten terug. De bol? Weg dat ding! Die is gevaarlijk! Alleen in de verkeerde handen, pap. Zoals de mijne. Ik vind jouw beren lief. Dat kun je negeren. Henk, onze krachten zijn weg. Hé, hey, ik kan niet lezen. En ik ben niet snel. Weet je, het is heerlijk om jullie zwak en weerloos te zien, maar ik moet mijn zusje vernietigen. Hé, hey, wat heb ik gedaan? Niet jij, Phoebe. Goed, ik wil niet dat jullie me achterna komen. Max, als je deze weg inslaat, ben je niet langer onze zoon. Dat klopt. Ik ben nu een superschurk. Zeg maar dag tegen je superkrachten, Thundergirl! Max! Max, wat doe je, man? Oh, hey Link, hoe is Hong Kong? Ja, te gek. Ik heb een poedel Doe je mij niet! Deze slag win je niet, Max. Dit is geen slag, Phoebe. Dit is oorlog. Al die tijd was Phoebe Thundergirl? Dat wist ik al een jaar of zo. Geef maar op, Max. Mij krijg je niet uit mijn concentratie. Niets kan mij afleiden. Kinderen! Wat? Mijn bol! Dacht het even niet. Nat, maar vol met kwaad. Het lijkt erop dat Scheldorp zijn nieuwe superheld kwijtraakt. Max, stop. Geef onze krachten terug. Dark Mayhem is onderweg om ons te vernietigen. Ik ben er al. Strong door ook hier. Eindelijk treffen wij elkaar, Thunder Girl. Ga je gang, Max. Neem je zus haar kracht af. Dan ben je eindelijk één van ons. Max, nee! Kijk, ik weet dat je me haat. Maar laat hem Scheldorp niet vernietigen. Oh, Thundergirl. Ik wil Scheldorp niet vernietigen. Ik maak alle inwoners tot mijn slaaf en bouw zo mijn nieuwe schurkenimperium. Is dat echt wat je wilt, Max? Alles kwijtraken? Je vrienden? Allison? Je familie? Waar wacht je nog op, Max? Je hebt alles voor het grijpen. Maar ik heb alles al. Wat doe je nou, Max? Mijn familie hun krachten teruggeven. Dwaas! Yes! We zijn er weer! Oh, Mark. Ik geloof dat ik jouw krachten heb. Wat voor kracht heb ik dan? Supersnelheid. Teleporteerde ik mezelf? Thunder Baby, vliegt weg! Billy, dan heb jij nu laserogen. Maakt niet uit, ik ben toch geen superheld. Hier, neem maar terug. Auw! Zo werkt het dus niet. Hoe kan dit? De drank veroorzaakt de kortsluiting in de bol. Ze zijn afgeleid omdat hun krachten zijn verwisseld. Grijp ze! Thunder Mens, val af! De verkeerde kant gekozen, Max. Bol, Bol, waar ligt die bol? Max? Allison? Het spijt me dat ik je zo liet stikken. Ik ben nog steeds gek op je, maar als je daten met een superheld te maf vindt, dan... Sorry, ik wist niks anders om je stil te krijgen. Yes! Wauw, vond je het zo fijn? Nee, of... ja, maar ik zie de bol. Goed, waar waren we? Max! Moet de wereld redden.
dat dacht ik niet. Max kon je krachten misschien niet stelen, maar ik wel. Mami vindt me een fijne knul. Chloe, je hebt ons gered met papa's superkrachten. Dank je. Graag gedaan. Thunder Baby, vliegt weg! Ik vind jouw beren lief. Ik jou ook hoor, krachtenopzuigbol die voorgoed van mij is. Die truc met dat rad was ons allerbeste idee ooit, Colosso. En dat mijn ouders flippen is nog grappiger. Ja, moest je zien? Ze doen van... Henk, je zei dat ding niet kon gebeuren. Ik snap niet wat er misging. Moet je paps gezicht eens zien toen het rad bij nieuwe auto stopte. Ha, oh hé, hey, je hebt die selfie nog van toen je me weer in een mens veranderd had. Tuurlijk. We zijn een superteam. En als we straks winnen, is die auto van ons. Hey jij. Hey. Dank je. Hoe gaat het spelletje? Oh, wel goed. We spelen Wie Kunst Dat. Dat is mijn favoriete spel. Op zomerkamp speelden we Wie Kunst Dat de hele tijd. Ik ging helemaal los en pakte de winst elke week. Werkelijk. Wil je mijn medespeler zijn voor vanavond? Meen je dat? Ja. Dan is het eindelijk tijd om je familie te ontmoeten. Slaapverhaaltje. Yes. Hoe kon je dit toestaan? Oké, Chloe. Wij zijn. Dank je. Oké. Oké. Dit is pijnlijk om te zien, maar ik kan niet wegkijken. Het is hart en ziel. Echt niet te aanstellen. Geen zorgen, Chloe. We winnen de volgende wel. Dit is stom. Ik ga met mijn poppen spelen. Wacht, Chloe! Hallo, familie! Ome Colosso is hier om te spelen. Je gaat er aan. Oh, wat doe je nou? Vergeef me, maar het lijkt alsof ik geen controle over mijn eigen handen heb. Oh, onze beurt. Nou, poetseren meesterwerk zodat we dit kunnen winnen. Ik heb het gehad met jou. Ik kan mijn krachten niet gebruiken, maar ik kan dit wel doen. Auw! Auw! Dat mag jij niet doen bij mijn partner. Samen niet, verrader. Oh, voel dit kussen, jij bedriegen. Hey. Niet de kleintjes slaan. Goed. Dan sla ik de grote toch. Dit zijn mijn goede kussens, jij stopt op mij. Fokker! Hij is een konijnenfokker! Stop! Wees lief! Wat gebeurt hier? Max is begonnen! Ja, hij is een lichtbeest en een bedrieger. Je verdient die auto niet, Max, want jij bracht je vriendin mee de spelletjesavond tovenaar. Ik zei toch, ze is mijn vriendin niet. Oh nee? Ik voel me zo dom nu. Allison! Ben je de rolschaatsen van mijn zus aan het stelen? Nee, mijn fietsband is lek. Het lijkt of er iets aan mijn band heeft geknaagd. Lekker, sprankeloog. Luister, Allison. Het spijt me echt. Dat je me gebruikt hebt voor die stomme auto? Voor alles. En de enige reden dat ik die stomme auto wilde, was om er samen met jou op uit te kunnen. Echt? Ja.
Kijk, het zit zo. Ik heb nog nooit echt een vriendin gehad. Maar als ik er een zou krijgen, dan wil ik jou. Aww. Dus, wil je dat? Ja. En volgende keer zeg het als je een spel wilt winnen. Dan ga ik shinen, gekkie. Het punt is dat jullie nu klaar zijn voor de teambuilding oefeningen. Iedere keer als je een slecht teamlid bent, zal Nora gaan schieten. Auw! Ik kon zien dat jullie niet aan het team dachten. Nou, jullie eerste oefening zal draaien om de kunst van teamgeest. Wat ook een kunst is, is humor. Goed, jullie schilderen dus om de beurt. Dan hebben jullie één mooi schilderij van jullie samen als team. Oké, ik ga wel eerst. Phoebe, laat mij maar. Jij hebt het schildertalent van een brulaapje. Wauw. Oké, je bent verbazingwekkend goed, maar nu is het mijn beurt. Wacht even, het gaat lekker. En klaar. Haha. Nou, dit noem ik een team. Een portret van jezelf? Ja, nou, er is geen team zonder mij. Au! In deze test kunnen deze thunderballen omlaag zwiepen en je elk moment zomaar van je platform afkieperen. Dus bereid je voor om elkaar op te vangen met je krachten of, als je dat niet doet, beland je in de knoei. Henk, verknoei het nou niet. Oh. Hey, hou je armen voor je, daarmee verkort je je reactietijd. Wow. Ik was aan het strekken. Wees niet zo'n control freak. Ik ben geen control freak en doe nou precies wat ik zeg. Oh, juist, want jij bent hier de baas. Oeps, 3 uur al. Dat is mijn plaspauze. Ten eerste, je plaspauze is om 4 uur. En ik geef tenminste wat om dit team. Jij geeft alleen om jezelf. Ik geef wel om het team. Voornamelijk mijn helft ervan. Oh, bedoel je de helft die mij niets vroeg toen hij een boomhut vol met ratten kocht? Dat zijn geen ratten. Het zijn gewoon grote termieten. Jongens, concentratie. Geef toe, Max. Door jouw gedrag zijn we geen goed team. Oh, echt, joh. Want ik geef jou de schuld. Stop dat maar in je luier en draag hem. Wow! Alles oké? Okay? Ja! Dankzij deze oefening weet ik dat ik nooit meer in een team wil zitten met Max. Nooit. Juist, klaar met dit team. Phoebe snapt het niet. Dit luchtlab is echt top. Net als deze verse burrito van mijn vader. Niet te stoppen. Hey Max. Tijd om te stoppen. Wat kom je hier doen, Phoebe? Mijn wachtuil zou me waarschuwen voor indringers. Te laat, Desmond. Max, het spijt me dat ik zo'n bemoeial was. Ik wil gewoon heel graag dat dit team een succes wordt. Maar ik beloof je vanaf nu geen schema's meer. En ik stop ook geen vitamines meer in je pizza. Ik wist dat ik sterke tanden en botten kreeg. Het punt is, het spijt me. Het spijt mij ook. Sorry dat ik een zus heb die me egoïstisch vindt en mijn pizzagrenzen niet respecteert. Maak je een grapje? Je bent egoïstisch. Kijk naar deze vuilnisbak op stelten. Het is een luchtlab! Oh. Wat gebeurt er? Hoor je mijn wachtuil niet? Dat zijn 3 oehoes! Het luchtlab stort in! Snel, snel, snel! Die kraak die je hoorde was je ladder die je stukken brak. We kunnen dus niet naar beneden, tenzij je parachutes hebt. Waarom zei je dat niet toen ik dit ding kocht? Je hebt me niet verteld dat je het kocht. Phoebe, het spijt me. Je had gelijk over het boomfort ding. Het was een fout. Ik ben veel te egoïstisch. Verontschuldig je later. Dit ding stort neer. Oké, we moeten springen. 1, 2... Zakken. Dat was een telekinese vertrouwensval. Weet ik. We waren er voor elkaar. Phoebe,
Ruik je dat? Jazeker. Het ruikt naar teamgeest. Nou, ik wou zeggen dat het ruikt naar dode eekhoornburrito. Misschien zijn we best wel een goed team.